Ik ben Ivor Mitchell, geboren te Georgetown, Guyana. De jaar dat ik geboren ben, ga ik niet vertellen, want dan gaan jullie weten hoe jong ik ben. Als jonge jongen speelde in de buurt waar ik woonde in Guyana, speelde daar een band. En ik was altijd gefascineerd door, ik hoor het elke keer dat ik denk, I want to see what's going on. This sounds good, I want to be a part of it. Maar ik was zo klein dat ik niet kon zien in de repetitieruimte wat er gebeurde. Dus ik moest me steeds optrekken, die ramen en zo kijken. En op een gegeven moment een dag zei die leider van de band, of manager was het toen, do you want to come inside? En ik was helemaal blij. Dus ik ga naar binnen en ik sta daar te kijken. En ik zit alleen maar gevolgens naar die drummer te kijken. Ik denk, wauw, hoe doet die man dat? De ene been zo, die andere been zo, de ene arm zo, de hand. Dat wil ik ook. En een keer zei hij tegen me, zou je willen proberen? Ik zei, ja, zeker. En ik ga achter die drums. Wonder boven wonder kon ik het vrij goed. Dus vanaf die dag krijg ik dus een beetje les van die drummer. En geloof me, soms geloof ik het zelf ook niet hoor. Na een half jaar was ik de drummer van de band. Ik ben op 16-jarige leeftijd ben ik voor het eerst naar Suriname gekomen. En ik word dus gevraagd op Cosmo Beat om te zingen, om te spelen. Al die jongens van die band zongen. Dus het was, en dat is iets wat ik heb leren waarderen. Dat iedereen een band kan zingen, want je hebt zulke mooie dingen die je kan doen. Omdat het zoveel meerstemmig is. Dus ik kwam dus in de band en die leider van de band die zei van, hey, maar everybody sings in this band. I said, well, I'm sorry, I don't sing. I only play bass. So I think you better look for a bass player who sings. No. It's okay. We will learn. En daar heb ik met als jongste van de band die veel artiesten moesten begeleiden. Waaronder een aantal Calypsonians, King Fighter, El Cid, zanger Johnny Brave, danseres Madame Belinda en nog een heel stel van die mensen. Nou, dat hebben we dus een x-aantal jaren gedaan. Tot op een gegeven moment heb ik besloten om Guyana te verlaten en in Suriname te komen vestigen. Meer omdat, niet omdat ik niet meer van Guyana hield, maar ik wil iets anders doen. Ik ben, kan je wel zeggen, vrij avontuurlijk ingesteld. Dus dan wil ik gewoon iets anders doen. En op jonge leeftijd ben ik hier naartoe gekomen in, dat was in 1967. Oh jee, dan weet je nu hoe jong ik ben. Ongeveer. Goed, ik heb hier gewoond tot 1972. Toen ben ik naar Nederland vertrokken. Maar goed, voordat ik dat heb gedaan, heb ik heel veel met verschillende bands gespeeld. De eerste band waarmee ik in Suriname heb gespeeld was de Atlantics. Daarna heel lang met een van de topbands van Suriname, Cosmo Beat. En daarna heb ik dus een band opgezet en die heette Names and Faces. En dat was vanuit bekende muzikanten van, zoals de naam het zelf zegt, bekende gezichten, bekende namen. Dat heb ik heel kort gedaan en toen ben ik in 1972, zoals ik al eerder zei, vertrokken naar Nederland. Met een band die naar Suriname kwam, die een bassist zocht. Die waren op tournee in het Caribisch gebied vanuit Nederland. Met bekende muzikanten, ik zal een paar van die namen noemen. Glenn Gadam, Eddie Feldman, Coco Causolea, Frankie Douglas, Tony Sherman was toen bekend als Little Anthony. Dit zijn de muzikanten die de oudere Surinamers zullen kennen. En nog een aantal de muzikanten. Nou, we kunnen het zo zeggen, ze hebben mij opgepikt. En we hebben de rest van de tour afgemaakt. Curaçao, Aruba, Bonaire, Venezuela, Jamaica. En dan naar Nederland. April 72 ben ik in Nederland aangekomen. En vanaf die tijd, nou, ik heb verschillende bands gespeeld. Ronald Snijders, met dezelfde band waarmee ik naar Nederland was gegaan. Met hoeveel muzikanten heb ik niet meer gespeeld, weet ik, kan ik nou niet aanhalen. Maar Robbie Albergen, een aantal van de muzikanten,
Tja, heb met Resurrection Singers opgetreden, waardoor we dus ook een keer achtergrondkoortjes had moeten doen voor Mariah Carey en Celine Dion. Heb getoerd met een AX-aantal Zuid-Amerikaanse, top Zuid-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse zangeressen en bands. Met Womack en Womack, broertje van Bobby Womack, die ondertussen is overleden. Heel veel in Duitsland en Engeland, in Duitsland gewoond, 2,5 jaar. En zo zullen we dus heel lang door kunnen gaan met een heleboel dingen wat ik gedaan heb. Mooie dingen en soms minder mooie dingen, maar het was allemaal heel erg leerzaam voor mij. Wat mij jong houdt, dit is een vraag die heel vaak krijg van mensen van, meneer Mitchell, zelfs mijn leerlingen zeggen, meneer, u bent zo flexie en u bent zo oud. Ik zeg ja, ten eerste positief denkend. Het is heel erg belangrijk hoe je met dingen in het leven omgaat. Je moet wel voor jezelf weten, wat zijn jouw verantwoordelijkheden en wat is jouw aandeel in bepaalde dingen wat je zelf doet. En niet steeds de schuld geven aan een ander. Wat veel mensen niet weten, ik ben zelfs een hartpatiënt. Maar ik voel me niet belemmerd daardoor, omdat ik het gevoel heb, eigenlijk zeker weet, dat ik vrij gezond leef. Mijn moeder is 91, ze leeft nog en ze doet alles. Helaas heb ik geen vader meer. En ik zeg altijd, ik zou zo graag oud willen worden zoals mijn moeder is. Mijn carrière staat op dit moment spelend op een laag pitje. En ik ben wel aangenomen als bandcoaching, docent met National Volksmuziek School. En daar ben ik nu, nog steeds 10 jaar. Ik vind niet dat we onze muziekiconen van Suriname genoeg koesteren. Dat vind ik. Het is allemaal tijdelijk. We moeten vaak naar het buitenland om echt die grani te hebben, te krijgen. Neem bijvoorbeeld Kenny B. Dat is allemaal vanuit het buitenland. Komt hier naartoe. En je kan meerdere opnoemen. Aan de andere kant begrijp ik het deels wel. Het aanbod vanuit het buitenland is te groot, waardoor onze muzikaal iconen wordt een beetje in de verdrukking geplaatst.